Zonder bloemententoonstellingen en zonder modeshows zou het ons stadsmensen misschien kunnen ontgaan dat het weer herfst aan het worden is. Ditmaal is het de Nederlands ontwerper Edgar Vos die ons van dat onontkoombare proces plezierig op de hoogte stelt. De modellen zijn smaakvol, prettig om te dragen, niet meer zo kort en dikwijls verlevendigd met een enkel ornament, een ceintuurgesp of een sieraad die hij zelf ontwerpt. Het is een merkwaardige ontmoeting in het Singermuseum te Laren tussen de laatste bloei van de herfst in de natuur en de eerste van de herfst in de mode. Een zwart fluwelen avondmantel met bontgevoerde capuchon verhult een zijde fluwelen japon die zelf niet meer zoveel verhult. Edgar Vos verwerkt graag Nederlandse stoffen, ook in zijn avondtoiletten, zoals dit rood katoenen brokaat. Behagelijkheid in huis belooft deze jurk van gebreid materiaal, ook weer met ceintuur van eigen ontwerp. Een ornament uit India verlevendigt een andere huisjurk. Zo ontwerpt een Amsterdammer een herfst- en wintermode aangepast aan onze aard en onze smaak en presenteert die, wat toch ook wel Nederlands gedacht is, op het juiste tijdstip.